zijn nu aangekomen bij SSR en we hebben Robert voor ons die jullie gaat vertellen waarom je allemaal lid moet worden. Robert. Ja, nou, zoals jullie misschien al weten is SSR een erg vrijblijvende vereniging waar alles kan en niks moet. Als je ICA's bij SSR zijn er ontzettend veel mogelijkheden om een toptijd te kunnen vergaan. Zo kan je bij in een commissie, 50% van alle commissies bestaat in eerstejaars. Dus de eerstejaars maak je extra kans om een commissie te doen. Daarnaast kan je lid worden van een dispuut, waarbij je dus je eigen vriendengroep kan vinden. En buiten SSR nog ontzettend veel leuke activiteiten. Mocht het allemaal een beetje onduidelijk zijn, zou ik vooral zeggen, kom langs op SSR om een echte SSR-avond mee te maken en het tof vinden. Oké, nou dat klinkt allemaal heel goed. En hebben jullie misschien nog een website waar we dat allemaal op kunnen terugvinden? Ja, onze website is www.srleiden.nl. En daar staat alle informatie over de LC2 die je maar moet weten. Oké, nou ik wens jullie succes met ledenwerven en tot de volgende keer. Hartelijk dank. Tot ziens. Oké, tot ziens. Ze hebben ook hier gezonde dingen bij SSR, zie ik hier. Kijk eens. Oh. Ik zeker ook hele lekker. Ze hebben zelfs hun eigen glaasjes.